8 december, dan is het zover. Dan word ik dus 70. En het ziet er helemaal naar uit dat ik het ook ga halen. Dus dat is ook wel prettig. En een heel nieuw album dus. En eigenlijk een dubbel album. Want ja, bij dit prachtige nieuwe album zit ook nog een bonus cd met 6 live opnamen met symfonieorkest. Van een concert dat ik ooit gedaan heb voor Radio 5. Live. Een compleet nieuw album, nieuwe stukken. Hoe zijn die bij elkaar gekomen? Daar heb ik ongeveer een jaar of twee over gedaan. Om een liedje te schrijven. En mijn procedure is ook meestal, als ik een liedje geschreven heb, dan ga ik het ook opnemen. Dus dan heb ik eigenlijk dat hele arrangement in mijn hoofd, hoe dat dan eigenlijk moet gaan klinken gewoon. Maar je begrijpt wel, je zit natuurlijk niet 2 jaar achter elkaar aan een album te werken. Anders zou je dus stapelgek worden. Dus ja, als ik zo'n 4 liedjes heb gemaakt, dan schrijf ik eens een paar maanden helemaal niets dus. Dan ga ik wat anders doen. Dan ben ik optredens bezig met andere dingen. En dan begint het weer te jeuken. En dan heb ik een paar leuke ideeën. En dan schrijf ik er weer 4. En zo uiteindelijk komt zo'n album tot stand. Buiten de single Around and Around staat er 1 liedje op. Dat heet Mama's Eyes. Het gaat over mijn moeder dus en de manier waarop ze dus is gestorven. En ja, dat legt mij wel heel erg naar het hart gewoon. Nou, het is nu alweer 12, 13 jaar geleden. Want ja, als dat zoiets pas gebeurd is, kun je er natuurlijk nooit een liedje over schrijven. Dat zijn altijd dingen die moeten bezinken gewoon. Maar dat liedje, dat is voor mij wel een highlight. Kijk, als je ouder wordt, ga je steeds meer van je ervaringen ga je ook in je teksten stoppen gewoon. Aan de andere zou het namelijk zonde zijn dat je al die ervaring hebt gehad. Die wil je ook delen met iedereen. En dus ik veel van die dingen die ik heb meegemaakt, stop ik ook gewoon in mijn teksten dus. Ik bedoel, dat wel. Vroeger waren mijn teksten eenvoudiger. Looking back on a track for a little green back. Ja, daar hoef je geen vondel voor te zijn om zoiets uit te vinden. Ik bedoel, dat komt uit de lucht vallen. Maar tegenwoordig heb ik wel iets langer werk mee, dat wel.